Het is weer een nieuwe maand en dus is het weer tijd voor een video in onze serie, een maandelijkse serie Interessante aandelen. Daarin kijk ik elke maand naar 3 interessante aandelen. Aandelen die bijvoorbeeld in het nieuws zijn geweest of die zijn besproken in onze Discord chat, waar we met 100 mensen over dit soort onderwerpen praten. In ieder geval aandelen die mijn interesse hebben gewekt. Zijn dit aandelen die ik ga kopen? Misschien, dat weet ik nog niet. Het is vooral belangrijk dat je zelf eerst onderzoek ook gaat doen. En dit is puur een beetje een opzetje om te laten zien van, er zijn interessante aandelen, maar misschien is het iets voor jou en moet je dus zelf nog meer naar kijken. Maar laten we in ieder geval in deze video een korte introductie geven over de aandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Abonneer je dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar zoals gezegd gaan we in deze video dus 3 interessante aandelen bespreken voor de maand juni 2019. Maar voordat we daaraan gaan beginnen gaan we eerst even kijken naar de aandelen die ik de vorige maand had aanbevolen in die video. Heb je die video nog niet gezien, ik zal hem hier even plaatsen. Altijd interessant. In ieder geval het eerste aandeel wat ik toen nog besproken had was Ajax, AFC Ajax. En dat had ermee te maken dat ze toen nog Champions League speelden en dat je zag dat telkens als ze een ronde verder kwamen, dat het aandeel daar behoorlijk positief op reageerde. Toen heb ik ook gezegd in die video van, ik ga eens kijken naar wat ze, als ze het eventueel halen of misschien gaan ze in de zomerstop wel spelers verkopen waardoor er geld binnenkomt. En daar reageert het aandeel best wel goed op. Nou, helaas heeft Ajax dus niet de finale bereikt en dat zien we eigenlijk ook terug in de koers van het bedrijf. Want in de laatste maand, in de maand mei dus, is het aandeel met bijna 18% gezakt. Nou, zit nog steeds wel plus 16 voor het hele jaar 2019, maar zoals gezegd, zoals het positief ging toen het goed ging, ging er in één keer 18% in een maand af nadat ze niet meer de finale van de Champions League hebben gespeeld. Het tweede aandeel wat we bespraken in die video was Facebook. Dat is de afgelopen maand met 5,6% gedaald, maar als we gaan kijken naar wat het dit jaar heeft gedaan, dan staat het nog steeds met 39% in de plus. En het laatste aandeel wat ik in die video besprak en wat ik al in enkele video's had besproken was Tesla. Afgelopen maand is er weer 19% vanaf gegaan, want we weten allemaal hoe negatief het nieuws rondom Tesla is. En dit jaar in 2019 is er zelfs al 43% van het aandeel van de koers eigenlijk vanaf gegaan. Dan ga ik Tesla niet meer zoveel uitgebreid bespreken in video's, omdat ik daar aparte video's over heb gemaakt. Bijvoorbeeld de laatste hier kun je vinden over bedrijven waarderen die geen winst maken. En daar ga ik dan bijvoorbeeld in als Tesla als voorbeeld. En zoals je kunt zien zijn de aandelen die ik de vorige video in de vorige maand dus besproken heb allemaal gezakt. Tussen de 5% en 19% zelfs in een maand tijd. Dus het is zeker geen aankoopadvies. Het zijn zoals ik zeg puur interessante aandelen. Misschien zijn het op dit moment niet de juiste aandelen, maar zijn het wel aandelen die je in de gaten kunt houden. Misschien voor een goed moment een goede prijs in de toekomst. Laten we dan gaan kijken naar het eerste aandeel van deze maand wat misschien nu interessant is, maar misschien ook wel in de toekomst. En dat aandeel is AMD, Advanced Micro Devices. Dat aandeel is de laatste maand met 5% gestegen en dit jaar zelfs al met 52%. En de mensen die wat met computers hebben, die zullen AMD waarschijnlijk wel kennen, want zij bouwen bijvoorbeeld processors voor een computer. Ze zijn een beetje de concurrent van Intel op dat gebied. En zeker begin deze week kwam er nieuws uit met een nieuwe producten, kondigden ze aan. En daar reageerde het aandeel eigenlijk al direct op, positief, met 10% in de plus. Als we dan wat langer terug gaan kijken naar de koers van AMD, dan zien we dat in de piek eigenlijk in 2019 lag. En dat had toen te maken met dat ze processors aankondigden met Vega graphics ingebouwd al. Gaan we kijken naar begin 2018. Daar werd de tweede generatie van Ryzen processors aangekondigd. En die nieuwe producten die dus afgelopen week werden aangekondigd, dat is eigenlijk de derde generatie en weer een behoorlijke verbetering ten opzichte van die tweede. En dat verklaart dus ook de koersstijging de afgelopen week. En juist die producten van afgelopen week, die maken het zo interessant aandeel. Want in hun keynote, hun presentatie, gingen ze ook echt vergelijkingen maken met hun grote concurrent Intel. En kon je dus zien dat ze bijvoorbeeld goedkoper waren, beter waren of zuiniger waren. Ze hadden dus verschillende producten, processors die ze daar lieten zien of aankondigden. En kijken we naar de eerste, dat was de 3700X. Die was dus eigenlijk 28% beter dan bij Intel. Alleen had die van AMD ook nog eens zelfs een lager verbruik. En als we nou gaan kijken naar de 3900X ten opzichte van de Intel i9-9920X. Heel moeilijke namen, maar ga er maar vanuit dat dit zeg maar de beste chips van deze twee makers zijn. Dan zul je zien dat die AMD chip eigenlijk dezelfde specs had of zelfs betere specs. In ieder geval dezelfde aantal cores of threads. Terwijl ze eigenlijk dus dezelfde prestatie hadden, is die Intel processor bijna $1200.
terwijl die van AMD $500 was. Dus in dit geval was het misschien niet per se beter, maar aangezien de prijs meer dan de helft minder was, is die AMD natuurlijk een enorme concurrent voor Intel. En zullen veel mensen dus die AMD gaan overwegen, zeker omdat je die prijs-kwaliteitsverhouding dus niet bij Intel gaat vinden, maar dat je dus heel veel geld kunt besparen voor dezelfde prestaties als je overstapt naar AMD. En waar AMD het dus de laatste jaren telkens wat moeilijk had en behoorlijk op dezelfde niveau bleef liggen, zie je eigenlijk sinds dat ze de Ryzen 2 hebben aangekondigd een koers telkens stijgen. En ook met deze producten zie ik wel dat de koers, ja, dat ze goede richting in gaan. Dat ze goede producten hebben, zeker ten opzichte van Intel, die op dit moment dan weer wat moeilijker heeft. En dat het zeker dus een interessant aandeel is. Zoals gezegd is het aandeel dit jaar al wel met 52% gestegen. En dat is natuurlijk wel een punt van, is het misschien op dit moment dan wel de juiste koers om het te kopen? Aangezien het eigenlijk op het hoogste punt staat in een redelijk lange tijd, zeker sinds 2018 al eigenlijk. Dus het is misschien nog niet het beste moment, maar houd het in ieder geval in gedachten. De producten worden nu aangekondigd en die zullen vanaf volgende maand worden verkocht. Dus kijk een beetje wat de koers daar doet de komende maanden. Of wacht misschien de eerste verkoopcijfers af. Maar houd er in ieder geval rekening mee dat ik denk dat het wel iets is wat behoorlijk marktaandeel kan pakken. En dus ook behoorlijk wat omzet en winst voor AMD kan zorgen. Het tweede interessante aandeel van deze maand is wederom Facebook. Zoals gezegd heb ik dat de vorige maand ook al besproken. En ga ik dus niet verder in op wat ik toen al had besproken. Daarin keek ik bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapport. Welke winsten ze maakten. De groei van de verschillende continenten waar Facebook op actief is en hoeveel winsten eigenlijk per gebruiker per continent maakte. Nou, Amerika, Canada was natuurlijk de grootste omzet per gebruiker, gevolgd door Europa, Azië en dan de rest. Je zag eigenlijk dat telkens dat soort dingen opschuiven. Dus Amerika gaat weer hoger, Europa gaat weer richting Amerika. En zo zie je dus eigenlijk dat telkens die opkomende markten steeds meer waard worden voor Facebook. Maar als je dus meer informatie daarover wil zien, ik zal even een link onder deze video plaatsen naar die video. Dan kun je uitgebreid kijken hoe ik toen over Facebook sprak. Maar in deze video wil ik dus eigenlijk alleen maar hebben over het nieuws van de laatste maand. En dan zijn er eigenlijk drie onderwerpen die ik wil bespreken. Ten eerste is dat de crypto, want Facebook heeft aangekondigd dat ze met een eigen cryptocurrency komen, een stablecoin, Globalcoin is zelfs de naam al geloof ik. En die staat aangekondigd voor het eerste kwartaal van 2020. Nou, waarom is dit interessant? Zeker als je het aandeelhouder bent, is natuurlijk weer een extra vorm van inkomen. Weer een andere manier waarop ze inkomen krijgen. Dus ze hebben spreiding en ze hebben meer omzet, dus waarschijnlijk ook weer meer winsten. Die cryptocurrency gaan ze dan gebruiken op hun eigen platformen. Bijvoorbeeld op Facebook zouden mensen elkaar onderling kunnen betalen via Facebook. Dus stel, jij wil geld lenen van een vriend, dan zou je dat dadelijk via Facebook kunnen doen. En dan gebruik je dus hun cryptocurrency om die betaling te verrichten. Het tweede punt is dat Facebook natuurlijk leeft op advertenties. Dat er heel veel advertenties worden getoond en misschien ook wel worden afgerekend dadelijk in deze cryptocurrency. En het zou zelfs zo kunnen zijn, er zijn geruchten dat mensen dadelijk betaald gaan worden in deze cryptocurrency wanneer ze dus advertenties gaan kijken. Dus het zou zomaar kunnen dat als jij niks te doen hebt en denkt laat ik een kwartier lang reclames gaan kijken, dat Facebook jou betaalt met deze cryptocurrency. Maar wat we niet moeten vergeten is dat op deze manier Facebook ook betaalgedrag eigenlijk van hun gebruikers inzichtelijk krijgt en tot hun beschikking krijgt. Want ze gaan zien wie mensen gaan betalen, waarvoor mensen gaan betalen of voor welke reclames mensen geïnteresseerd zijn, dat soort dingen. Nou, al die gegevens bouwen ze natuurlijk weer verder een profiel op. En dat is natuurlijk heel veel geld waard voor hun. Niet alleen voor Facebook zelf, maar ook met hun partners. Ze zijn bezig met geld bijeen te verzamelen. Met enkele grote namen wil Facebook in ieder geval $1 miljard achter de hand hebben om met dit project te kunnen starten. En dat maakt het natuurlijk voor dat het niet alleen iets van Facebook is, maar ook enkele grote namen worden erbij betrokken. Dat de kans van slagen best wel groot is. En dat ook de impact van zoiets natuurlijk heel erg groot is. Nou, dat gaan we eigenlijk ook terugzien in het tweede onderwerp. En dat is dat er advertenties worden getoond in WhatsApp. Want zoals we weten is WhatsApp onderdeel van Facebook. En daar willen ze nu dadelijk ook geld op gaan verdienen. Dus wederom dadelijk meer omzet en dus ook meer winst uit wederom een ander product, in dit geval dus WhatsApp. Want tot nu toe was WhatsApp gratis te gebruiken, maar dadelijk ga je er dus voor betalen in de vorm van advertenties. Er zullen dus advertenties getoond worden wanneer jij die app gebruikt. En het zou zomaar kunnen zijn dat ook binnen WhatsApp weer gebruik gemaakt kan worden van die cryptocurrency van Facebook zelf. Dus daar zien we hem ook weer terugkomen, niet alleen bij Facebook, maar ook weer dus bij WhatsApp. En het derde onderdeel van Facebook is Facebook Dating. Ik weet niet precies hoe het gaat heten, maar in ieder geval Facebook komt met een soort dating service. En dit is natuurlijk heel erg interessant aangezien Facebook al enorm veel gebruikers heeft. Meer dan 2 miljard mensen ter wereld gebruiken Facebook. Dus ze hebben al heel veel bereik eigenlijk. En het zou dus zomaar kunnen dat mensen dadelijk ook gebruik gaan maken van Facebook Dating.
Ik denk dat het zelfs op zich wel goed kan zijn, omdat een profiel op Facebook van mensen vaak eerlijker is, denk ik. Je ziet welke vrienden ze hebben, welke ze dingen hebben gedaan. Foto's, dat soort dingen is vaak, denk ik, eerlijker dan dat er op een profiel vaak gelogen wordt. Of op Tinder misschien, dat er iets meer onjuistheden staan. En wat natuurlijk enorm interessant is, is dat voor dating dingen vaak betaald wordt voor dat soort abonnementen. Je hebt heel vaak gratis abonnementsvormen, maar uiteindelijk wil je meer functies gaan gebruiken, dan wordt er voor betaald. Je zag ook toen Facebook dit aankondigde dat de beurswaarde van Tinder op die dag best meteen een stuk lager ging. Dat er best wel veel verloren werd bij dat bedrijf, omdat er gevreesd wordt voor de impact dus die Facebook gaat hebben op de dating services. Dus ook dit is wederom een onderdeel waar Facebook dus extra omzet kan krijgen. Waarschijnlijk dus ook een stuk extra winst, omdat er bij Facebook altijd wel een behoorlijke winstmarge op zit van minstens 50%. Dus voor elke euro die ze verdienen, houden ze minstens 50 cent over. Nou, als je deze drie dingen samenpakt, die crypto, de advertenties in WhatsApp en dating, dan zie je eigenlijk dat de omzet van Facebook het komende jaar zeker wel een behoorlijk gedeelte zal gaan toenemen. En dan komen we aan bij het laatste interessante aandeel van deze maand, en dat is Beyond Meat. En dit aandeel is in de laatste maand 52% meer waard geworden. Het laatste jaar kan ik je niks over vertellen, of dit jaar, want het is pas net begin van deze maand op de beurs gekomen. Het is pas net ge-IPO'd, zeg maar. En wat is nou Beyond Meat? Nou, Beyond Meat is een bedrijf wat eigenlijk vleesvervangers maakt. Je kunt het een beetje vergelijken met de vegetarische slager hier in Nederland. Nou, dat is dus de Amerikaanse concurrent eigenlijk. De vegetarische slager is in 2007 begonnen, maar inmiddels is Beyond Meat, wat in 2009 is begonnen, is het grootste vleesvervangende producent ter wereld. En dat er interesse in deze markt is en dat er enorme groei wordt verwacht, zie je eigenlijk ook al terug trouwens. Want in december vorig jaar, in 2018, is de vegetarische slager overgenomen door Unilever. Dus ook dat bedrijf ziet natuurlijk wel de toekomst dat vleesvervangende producten een steeds groter marktaandeel gaan krijgen. En kijken we naar Vion, een van de grotere vleesverwerkers in Nederland. Ook daar zeggen ze dat ze, of gaan geruchten, ik weet niet precies hoe het is. Maar in ieder geval, er wordt verwacht dat Vion binnenkort ook op dit soort markten zijn gaat begeven. En dus ook vleesvervangende producten gaat aanbieden. Zoals gezegd is dit aandeel begin deze maand ge-IPO'd, dus Initial Public Offering. En dat wil zeggen dat dit aandeel dus voor het eerste keer aan het publiek wordt verkocht. En dat wil dus zeggen dat ze gewoon op de beurs komen, simpel gezegd. Als we gaan kijken naar een paar statistieken, dan zag je dat het aandeel uitgifteprijs had van $25. Maar op de dag dat het op de beurs geopend werd, zeg maar, de beurs ging open, was het al direct $46. En het sloot die dag zelfs met $70 als koers. Dus 180% winst gemaakt op de eerste dag. En dat was zoveel handel en bedragen waar het om ging, dat zelfs de beurs even stil lag. Dat ze eigenlijk alles moesten uitzoeken wat er aan de hand was. En uiteindelijk weer verder gehandeld kon worden. En het heeft er waarschijnlijk ook al mee te maken dat bijvoorbeeld Bill Gates of Leonardo DiCaprio geïnvesteerd hebben in dit bedrijf. En dat zijn natuurlijk mensen die altijd geld willen verdienen, maar ook voor het goed doel of voor het klimaat bezig zijn. Met dat soort namen zorgt natuurlijk wel voor dat zo'n IPO nog meer aandacht krijgt en dus een hogere prijs zal krijgen op die eerste dag. Maar behalve dus dat die IPO zo populair was, dat de koers in één keer verdubbelde of meer dan verdubbelde zelfs, was ook het afgelopen week in het nieuws dat Beyond Meat naar Nederland komt. Dan hebben we natuurlijk al de producten hier in Nederland. Die liggen bijvoorbeeld bij de Albert Heijn in de schappen. Maar dus niet alleen de producten komen naar Nederland, maar ze gaan ook een fabriek bouwen in Nederland. En die fabriek komt er dan in Zoeterwoude. En dat is in ieder geval met een partner die hier in Nederland actief is voor Beyond Meat. Die gaat die fabriek eigenlijk verzorgen. En die zorgt er ook voor dat de producten over 20 Europese landen verspreid worden vanuit die fabriek hier in Nederland. En hoewel de markt nu nog klein is, zit er natuurlijk wel enorme groeipotentie in deze markt. Want je ziet gewoon dat de vraag naartoe telkens toeneemt. ABN AMRO heeft gezegd dat ze verwachten dat dit jaar, in 2019 en in 2020, de markt op zich zelfs met 10% per jaar zal groeien. Dat is ten opzichte van de 4% die de afgelopen jaren groeide. Nou, die groei zal alleen maar groter worden eigenlijk de komende jaren. Maar er zijn nog wel enkele ontwikkelingen nodig om het product echt op vlees te laten lijken. Kenners zeggen nu al dat het best wel goed is, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Maar wat ook belangrijk is, is natuurlijk dat mensen steeds bewuster worden en zeker meer aandacht geven aan het dierenwelzijn. Want een vleesvervangend product bevat dus geen vlees en er zullen dus geen dieren gebruikt worden voor dit soort producten. En het is ook nog eens veel beter voor het klimaat, want zoals we misschien wel weten, we hebben het altijd over uitlaatgassen, dat dat heel erg kwetsend is voor het klimaat. De veestapel is volgens mij zelfs nog iets schadelijker voor het milieu, voor het klimaat, dan dus al die auto's, boten, noem het allemaal maar op. Dus hoewel we heel veel dingen doen, bijvoorbeeld met Tesla, met elektrisch rijden, is er ook nog heel veel te verdienen op het gebied van klimaat, wanneer we dus dieren
gaan vervangen door vleesvervangende producten. En het zou ook zomaar eens kunnen zijn dat het zelfs gezonder is dan dierlijke producten, want er worden bijvoorbeeld geen hormonen gebruikt of medicijnen voor dit soort producten die je uiteindelijk binnenkrijgt via vlees. Dus er zijn ook wel behoorlijk wat voordelen met vleesvervangende producten. Zeker wanneer het product qua structuur en smaak richting vlees gaat, is het best wel belangrijk en kan een behoorlijke impact hebben. En dat zorgt natuurlijk voor dat de komende jaren deze groei dus telkens behoorlijk zal gaan toenemen. Dat we misschien zelfs dus wel een exponentiële groei gaan verwachten. En dan is het zeker interessant om ook weer in dit soort bedrijven te gaan investeren. Of het op dit moment dan de juiste koers is, dat is natuurlijk maar de vraag. Want zeker met zo'n IPO is vaak waar mensen, echte investeerders, wel weg willen blijven. Omdat er vaak heel veel vraag is, waardoor de koers er enorm op reageert. Dat er vaak nog verlies wordt geleden. Ook bij dit bedrijf afgelopen jaar nog gewoon verlies geleden. Het is echt weer iets voor de lange termijn. Maar hou het in ieder geval in de gaten, want het is zeker een interessante markt voor de komende jaren. Misschien is het dus niet op dit moment, maar kijk, misschien komt er een dipje een keer in dit aandeel. Kijk dan waardoor het dipje komt, of de onderliggende waarde, de financiële situatie van het bedrijf gewoon nog steeds goed is. En probeer dan bijvoorbeeld in te stappen. En daarmee wil ik deze video dus afsluiten. Vond je dit nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Laat even weten onder de video wat je minder vond en wat ik dus kan verbeteren in de volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je die ook onder deze video achterlaten. Of je komt naar onze Discord chat. In deze chat praten we inmiddels meer dan 110 mensen over alle onderwerpen die ik op dit kanaal ook bespreek. Dus heb je vragen, heb je opmerkingen, wil je andere mensen helpen, kom dan naar onze Discord chat. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over de onderwerpen persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.